eigenlijk veel leuker staan. Hey, waar is Sam? Sam? Het is Robocop. Sam? Ja, precies. Pet op. Maar er komt elk jaar weer een moment dat alle liefst zijn en dat lange wachten weer wordt beloond. Dat moment dat Sinterklaas is een puntje weer in Nederland. Ja, dat is gewoon gillen. Oké, we gaan nu een rondje rennen. Ik heb een verrassing ook. Wil jij graag met de bakkertjes naar de film toe? Ja. Geef ik vrij kaartjes voor. Geef in een reactie even aan hoe graag je het wil. En wie weet gaan wij met z'n drietjes kijken wie er gaat winnen, oké? Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Ramon. Mijn naam is Jesse. Mijn naam is Sam. En wij zijn... De Bakkertjes! Ja. En wat gaan we vandaag doen, jongens? Vandaag gaan we naar de première van... De première van... Van Sinterklaas. Van... Van Party Pi Pablo, want die heeft een film gemaakt. In het begin zijn wij ook te zien, we hebben een klein rolletje gekregen. Vandaag is de première, wij mogen erbij zijn. Niemand heeft die film nog zien, wij gaan hem voor de allereerste keer zien. Wat vet, hè? Ja! Zijn jullie benieuwd naar de film? Ja! Hey, jongens, maar even kijken naar deze kleding van deze stoere man. Hij heeft hier een petje met YouTubers, de Bakkertjes en ons logo. Hij kijkt heel erg stoer. Hier rijdt een hele dikke auto voorbij, even tussendoor. En hij zwaait ook nog. Dus je hebt hele mooie stoere kleding. Wat allemaal auto's, vriend. Ja. Vet. En deze Nike schoenen, jongens. Kijk eens. Ik heb... Bij mij staat er dit op. Wat zeg je? Piet. Zie je al een Piet? Daar. Kijk, een Party Piet Pablo is natuurlijk een groot feestje. Hè? Moet je kijken hier zo. Nog meer pepernoten. Wil maar knuffeltje geven dan. Om 10 uur komt de met haar Pablo, Pablo, Party Piet Pablo. Ze hebben een chance. Nog Piet. Oh mijn god, Jesse, waarom moet ik met jou meekomen? Wat is er aan de hand, vriend? Straks ben ik er weer wel gewend van, hoor. Ja, want wat is er aan de hand? Wie zag jij net? Safanja? Hij is al Safanja en hij wordt gelijk in mijn verlegen. En Sam die steekt zijn tong uit. Kom, we gaan naar Safanja. Kijk, dan gaat hij in één keer naar posters zitten kijken, wat hem nooit interesseert. Ja, dat is een hamster. Kom, we gaan naar Safanja. Zeg hem, zeg hem. Wacht, zeg hem, alles wat ik zeg. Zeg hem. En dan gaan we zo meteen springen met zakken. En zo direct gaan we springen. Sam, of Jesse, zakken. Oh. Ja, maar terwijl daar het feest is, komt hier een hele grote limousine aan rijden. Het is toch niet de Piet Pablo, hè? Yes, en Safanja hebben elkaar helemaal gevonden. Nou, en 3 keer raden wie er weer als laatste zijn om de zaal binnen te gaan, de Bakkertjes. Heb je alles een beetje onder controle? Nou, mijn stresslevel zit op dit moment helemaal hier. Normaal altijd coole rap songs, liedjes zingen. Ja. En nu mocht je van Sinterklaas in een film spelen. Hoe was dat dan? Ja, dat is fantastisch. Het is echt heel erg leuk. En ik heb er ook ontzettend veel zin in. En het is een grote eer om hier te zijn. Ik wil zo meteen even iedereen welkom heten. Maar ik ben er heel erg blij mee. Dus ja, echt super. Hoe was het voor jou om in zo'n film te spelen? Ja, een beetje onwerkelijk, hè? Ja, het is een droom van iedereen. En jij
Ja, nou ja, kijk, we doen al een beetje acteren en zingen. Dat doen we natuurlijk al altijd in de serie. En we zijn altijd op de tablets te zien en op de iPhone'tjes. Maar nu vandaag voor het eerst op zo'n groot doek. Hartelijk welkom en ik hoop dat jullie vandaag gaan genieten van een ontzettend leuke kinderfilm. Bart, Piet, Pablo en de gestolen cadeaus. Het ziet er nou uit dat er wat roet in het eten gegooid wordt door meneer Van Driel. Ja. We gaan zien of dat goed komt allemaal. De film duurt een uurtje, dus ga er zo meteen lekker achterover zitten. En geniet er vooral van. En daarna zien we elkaar allemaal nog even. Ik kan nog wel even zeggen, kijk. Okay. Ja, dat is niet zo cute, dat is heel goed. Doe je telefoons wel uit. Het hele jaar moet je wachten op dat ene moment. Dat moment dat de Sint en de Pieten weer in het land zijn. Maar dat wachten duurt lang. De hele lente, zomer en herfst luister je stiekem wanneer je in bed ligt en niet kunt slapen of je de Pieten al op het dak hoort. Waarom zijn ze er nou niet? En waarom komen ze nou niet vaker? Je zou dat zo fijn vinden. Maar er komt elk jaar weer een moment dat alle lief zijn en dat lange wachten weer wordt beloond. Dat moment dat Sinterklaas en de Pieten weer in het land. Kijk eens aan, vier een hele mooie bosbloemen. Alsjeblieft, wow. Omdat jullie zo goed meegedaan hebben. Oh, wow. Zeg je dan? Ik ben niet zo'n gek. Wow, wow, wow. 3, 2, 1. Kom lekker bij deze vasthouden. Kom, gaan we lachen, ja? Jij dan? Wie is het dan? Ik vind deze eigenlijk veel leuker staan. Hey, waar is Sam? Sam? Het is een Robocop. Sam? Ja, precies. Pet op. Hop. Ja? Kom maar de foto. Nou, ga erbij zitten. Zo in het licht. Kom hier niet. Ga erbij zitten, Jesse. Ik heb alleen nog veel te veel. Kijk. Zo. Allemaal bloemen gekregen. Oh, spullen. Kijk, maar dan kan ik hier een beetje knuffelen. Dat is wel... Wow. Oh, Ferry gezegd. Wat? Ja. Wat zei je? Wat gebeurt er? Yes. Oh, Sam doet boterijnen! Vette shit ouwe! Nee, jij sloopt hele dingen, dat moet je niet doen, gek. Je moet... Laat staan. Ga eens heel stoer zitten. De film is afgelopen, Jesse. Wat vond je ervan? Superleuk! Ja, wat vond je nou het leukste stuk? Kan ik echt niet vertellen. En jullie zaten ook in het begin van de film, zag jullie? Had je het gezien of niet? Maar naast wie zat jij? Savanja. En heb je nog dit gedaan, zo wat ik zei tegen jou, dat je gaat zitten, zodat je... Oh, en dan sla je zo de arm omheen en dan stuur je ze een beetje naar je toe en dan ga je ze knuffelen met haar. Heb je dat gedaan? Nee, waarom niet? Gewoon niet. Oh my god! Jij kent hem niet, ik ken hem wel, want ik zie hem heel vaak op Facebook films voorbij komen. Maar hij is altijd heel druk. En wie is er nog meer altijd heel druk? Ben je altijd heel druk? Ja, nu ben je heel rustig. Ja. Dat komt waarschijnlijk omdat deze meernaasje zit. Maar laten we zien, hoe druk kan jij zijn? Ah! Wow. Was alles. Dat kan veel harder. Ah! Ja, dat is gewoon gillen. Maar. Oké, we gaan nu een rondje rennen. En wie het eerst weer hier is, die heeft gewonnen. Maar wel tegelijkertijd beginnen, Sam. Jij speelt altijd vals. Hij kan al rennen, hè? Zo, om die dingen. Zo, en dan ben je terug. Ja, dus hier omheen, zo, en terug, hè. Go! Oh. Woe! Sam, zet hem op! Oh! Rennen! Yes! Sam heeft gewonnen! Jij hebt gewonnen, high five. Goed gedaan. Hij is snel. En waar ja? Hey kids, vonden jullie het wel leuk? Ja! Ja, wat was het leukst? Alles. Ik heb een verrassing ook. Wil jij graag met de bakkertjes naar de film toe? Ja. Geef ik vrij kaartjes voor. Geef in een reactie even aan hoe graag je het wil. En wie weet gaan wij met z'n drietjes kijken wie er gaat winnen, oké? En vergeet je vooral niet te abonneren op het kanaal van de bakkertjes. Want er komen heel veel leuke video's aan, toch? Ja. En ook bij mij, denk ik, hè? Ja, dus abonneren. En dan zien we elkaar daar, toch? Ja. En dan zeggen we... Duimpje omhoog. En doei.